Wat leuk dat u kijkt. Het is nog helemaal leeg, het theater. Maar er staat heel wat te gebeuren. Ja, lekker dichtbij zo. Hè. Dan heb ik ook het idee dat ik beter contacten met u heb. Maar er gaat heel veel gebeuren, ook weer in november. In november en december sowieso. Want dan kom ik weer met Margriet Dolman brengt warmte. En Dominic Grem, dat wijst de weg naar een evenwichtig 2011. Waar heel veel mensen zich al op verheugen. Maar daar heb ik het straks nog over. Maar eerst krijgt u in november nog de laatste serie van dit jaar. Van het fantastische toneelstuk In Bed is het Fijn Toeven. Nou, wie is het er niet mee eens? Hè? Ja, mensen die ruzie hebben, die zijn het er niet mee eens. Maar het is het toneelstuk wat vorig jaar in première gegaan is met Mike Staring en Jeroen Bos, geschreven door Paul Hane. En het is zo'n succes geworden dat het nu voor het tweede jaar is. Het is ook een heel aanspreekbaar stuk. Het is heel toegankelijk, zowel voor hetero's als homo's. Iedereen kan zich erin thuis voelen. Twee knappe jongens, 5 kwartier in bed. Dat is echt genieten, maar ook kun je erover napraten. Heel intiem, heel oprecht, heel bevrijdend ook. Hele herkenbare elementen komen er weer in voor. Nou, het is heel, ik kan er niks over vertellen, maar het is en spannend en ontroerend. En spannend en ontroerend tegelijk. En zondag 7 november, dan is de Engelse versie van In Bed is het Fijn Toeven, Dwelling in Bed Ain't Bad. En ook door Mike en Jeroen gespeeld. En die voorstelling die gaat dus begin februari naar Londen. In het Riverside Studio Theater. Op 11 november, ik ga een paar hoogtepunten eruit vissen, hoor, niet alles. 11 november, dan kunt u kijken naar Luc Drosten. En Luc Drosten heeft een fantastische voorstelling over de zangeres Dalida. En heel veel mensen die kennen Dalida alleen maar van parole, 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 parole. En dan Alain Delon. Jongetje, diabolole. Parole, parole, parole. Maar het is een zangeres waar veel meer diepte in zit dan je denkt. Die een gigantisch zwaar leven achter de rug heeft. Al haar mannen die hebben zelfmoord gepleegd. Zelf heeft ze 2 pogingen gedaan waarvan er 1 gelukt is. Ja, dat kan ook niet anders. Ze kunt nooit 2 allebei lukken. Dat is het nadeel van zelfmoord. 1 lukte maar. Maar Luc Drosten als jonge man vertelt hij op een bevlogen wijze over het leven. En hij laat fragmenten zien van Dalida. Het is echt de moeite waard om naar te kijken. Op 12 november ziet u Jan Haver met beroerde liederen. Die komt ook weer terug. Heel veel mensen die hier hebben opgetreden, die komen wegens succes terug. Jan Haver dus ook. En dat is ook, ja, daar moet je helemaal voor openstaan. Maar als je er voor open staat, dan heb je een fantastische avond. En zaterdag 13 november treedt op Jesse Dorrestein met een, ook zo mooi. Ik heb hem hier op een zondagmiddag gehad. Toen zong hij gedichten van Hans Lodijzen. Heeft hij zelf op muziek gezet. En zo enorm ontroerend. Die gedichten zijn wel prachtig. Maar zoals hij zingt, zo spontaan, zo oprecht. Echt een artiest waar je meer van hoort. En we hebben hier heel vaak artiesten gehad die hier hun debuut gemaakt hebben en later wereldberoemd geweest zijn. Ik denk met name bijvoorbeeld aan de Rolling Stones en aan de Beatles. En nu dus Jesse Dorrestein en Arthur Mulder. Samen treden ze op. Van 18 tot en met zaterdag 20 november Sabine Balk en Jorik Hartemink. Dat is nieuw kleinkunsttalent. Van 25 tot 27 november komt Meriel Abrahams en Gijs van Rijn. In december, ik wou dat zover was, dan kom ik weer met Margriet Dolman brengt warmte en Dominic Grem, dat wijst de weg naar een evenwichtig 2011. En dat is zo, het is zo heerlijk om dat te doen. We doen het nu ongeveer 10 jaar. En heel veel mensen die komen weer terug, want die willen weer de warmte en de gezelligheid en de sfeer van die wintervoorstellingen. En ik heb weer nieuwe chansons en nieuwe verhalen.
en nieuwe mogelijkheden en nieuwe belevenissen ook. Ik vind het echt, ik verheug me daar enorm op. De voorstellingen zijn vaak uitverkocht. Vorig jaar was vrijwel alles uitverkocht, dus je moet er wel snel bij zijn. Maar je hebt er geen spijt van. Mensen die het nog nooit gezien hebben, die komen ook weer terug. Zoals de mensen die het al gezien hebben, ook weer terugkomen. Ik heb zin in dit seizoen. Dus kom naar Asfalt. Als je zin hebt in gezelligheid, zin in informatie, zin in diepte, zin in humor, zin in filosofische bespiegelingen, dan is dit theater het aangewezen theater. Als ik over de top gegaan ben, dan moet je me denken, ik ben zelf zo enthousiast en dat probeer ik over te dragen. En ik hoop dat u daarna net zo enthousiast bent. Ik hoop u hier te verwelkomen en ik zal zorgen dat u een avond hebt om nooit te vergeten. En ook een nazit om nooit te vergeten. Tot dan.